Dames en heren, jongens en meisjes. Mijn naam is Jan Schaven en welkom terug bij F1 2010 Career Mode. Aflevering nummer 26 staat op het programma in Istanbul. Maar heb je die vorige race en video in Monaco gemist, dan zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Het kan rechtsboven in het i'tje. Klik daarop en dan zie je die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste, ben jij nog niet geabonneerd op dit gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer voor meer wekelijkse Formule 1 content en schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. We gaan lekker voor Williams, hebben alle races dit seizoen gewonnen. En hopelijk kunnen we dat ook in Turkije doen. Dat is deze video in Istanbul. 150 punten in het klassement. Button volgt op 69, daarachter Alonso op 66. Dus vanaf P2 tot en met P7 is het wel spannender. En wij leiden eenzaam aan kop. Heikki Kovalainen nog steeds op P11. Goed gedaan, Barrichello op P15 met 7 punten. Dus dat is wat jammer. En 50 punten voorsprong op Ferrari. McLaren zit er niet te ver achter, hetzelfde geldt voor Mercedes. Dus die drie teams vechten om P2 in het constructeurskampioenschap. En ja, dan is het op naar de kwalificatie voor de grote prijs van Turkije. Dan zijn we aanbeland in de kwalificatie. Lekker droog weer, in de race is er wel regen voorspeld. En wij gaan gelijk een ronde hier proberen neer te zetten. Even wennen aan het circuit. Maar goed, dat is geen probleem. We doen het voorlopig goed. Helaas heb ik mijn ronde die ik nu ga neerzetten telt niet mee. Ik heb een track limit gekregen. En dus moeten wij een tweede run erachteraan gaan doen. Helaas, maar waar. Kijken of dit misschien wel goed genoeg is om een ronde neer te zetten. We hebben daar Bruno Senna, maar die gaat mooi aan de kant. Voorlopig alles goed. Komen bij het einde van de tweede run. Daar iets te wijd. Missen een klein beetje die apex. Maar dat zou ons geen probleem moeten gaan veroorzaken. En wij pakken de pole met een 1.30.2. Jazeker. Goed gedaan. En jazeker, Alonso komt 17e tekort. Dus wij pakken pole voor de grote prijs van Turkije. Dankjewel. En zit op naar de race in Istanbul. Op naar hopelijk een mooie wedstrijd. Daar gaan we dan voor aflevering nummer 26 van F1 2010. Career Mode. Dan zijn we aanbeland in de pitbox. Het regent hier flink. We moeten op de full wets beginnen en ook de race op eindigen. Dat is de geplande strategie. Geen stops dus. Dus het kan een eenzijdige wedstrijd worden. En is het op naar de race. Voor aflevering nummer 26. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Komen er veel crashes? Komen er veel spins? Ik ben heel benieuwd. The boss is expecting another podium finish this weekend. Think you can deliver? We gaan beginnen voor de grote prijs van Turkije voor aflevering nummer 26. En we zijn onderweg. En je ziet al gelijk veel spray van de auto. Druppels vallen al gelijk op de lens. Doen het hier voorzichtig aan. Het zonnetje is er wel, maar wordt geblokkeerd door de wolken. We gaan dus niet naar binnen. Dit wordt een eenzijdige wedstrijd door gewoon de race op full wets uit te rijden. In mijn optiek had het meer intermediates kunnen zijn, want ja, het zonnetje is er wel.
einde ronde nummer 2. Alonso is naar P2. Vettel op P3. Hamilton op P4. En wij zijn 2,8 seconden sneller. En we zitten in ronde nummer 3 van de wedstrijd. Button op P5. En wij gaan hier gewoon volle bak pushen. Zolang de auto het houdt. Beetje onderstuur bij die bocht, maar dat is geen probleem. Daar iets te wijd. Zijn op zoek naar de grenzen. Zijn 2/10 langzamer in sector 1, maar dat is geen probleem, want de achterstand met Alonso is groot. Daar weer iets te wijd. Moment onderstuur. En we zitten in ronde nummer 6. Nog steeds regen. Nog steeds moeite om de auto recht te houden door momenten overstuur en onderstuur. En soms neem ik die bocht iets te vroeg, dan kom je wijd uit. Soms neem ik die bocht iets te laat, dan kom je helemaal verkeerd uit. Dus we moeten gewoon de auto recht zien te houden. Zijn 35.000ste sneller dan onze beste tijd in sector 2. We zitten op de helft en zometeen over de helft. Dat is logisch. En zijn 32.000ste langzamer. Dus er kan wat verbetering in. Button nog steeds op P5. Alonso nog steeds na P2. Vettel 3, Hamilton 4. Voorlopig een eenzijdige wedstrijd. En nog steeds regent het hier in Turkije. Nog steeds op die full wets. We zitten in ronde nummer 11 alweer. Als we daar die gratie op een ronde wordt gezet. En heel veel jongens daarvoor rijden op het circuit. Wij gaan die jongens zo meteen tegenkomen. En dan wordt het de vraag, hoe gaan zij om met de blauwe vlaggen die er niet zijn. Maar alsnog moeten zij mij voorbij laten. Ik denk dat we daar Glock hebben. Timo Glock. Jazeker, nee, het is Bruno Senna. Die op een ronde wordt gezet. En zijn 77.000ste sneller in sector 2. Goed om te zien. Dan hebben wij daar. Wie is dat? Dat is wel Timo Glock. Jazeker, hij wordt ook op een ronde gezet in ronde nummer 12. Want daar gaan we zo meteen in. Staat hier niet echt mooi aan de kant, maar dat is geen probleem. En wij zijn 1/10 langzamer en zitten alweer in de laatste ronde van de wedstrijd. Dan hebben wij daar, denk ik, Jarno Trulli. Jazeker, Trulli ook op een ronde gezet. Mooi aan die buitenkant. Maar goed, het is een achterblijver, dus hij moet mij sowieso voorbij laten. Daar hebben wij dan ook Bruno Senna rijden. En mijn teamgenoot is daar niet al te ver voor. Senna ook mooi aan. Nee, het is trouwens Alguersuari. Sorry, Buemi. Excusez. Sebastian Buemi op een ronde gezet. Wie is dan de volgende? Geen flauw idee. Dat komen we zo meteen achter. We moeten daar een beetje liften. En alsnog komen wij te wijd uit. In die dubbele linkerknik van het circuit. Bocht 7 en 8. Het is hier druk met Kovalainen, Alguersuari, Barrichello. Kovalainen daar op een ronde gezet. Ik zie hier helemaal niks, maar gaan hier toch Alguersuari lappen? Jazeker. Dan hebben wij daar Barrichello. En zijn 19e sneller. Ook hier vol in die spray. Weer eruit. En dat doet daar in één keer Shandok een aanval. Raken wij hier per ongeluk Soutil. De La Rosa moet hier ook even voorbij. Wat een chaos.
bij achterblijvers. Maar dat heeft onze dag niet verpest. Want wij gaan hier weer een wedstrijd winnen. En zet op naar de volgende race. Great drive! You dominated the whole weekend. Pole and the race win. Fantastic! Wij winnen dus hierbij de grote prijs van Turkije. Alonso naar P2, Vettel op P3, Hamilton 4, Button 5, Massa 6, Schumacher 7, Webber 8, Kubica 9 en Rosberg op P10. En vanaf Pedro de la Rosa iedereen op een ronde gezet. Jazeker, ook iedereen is gefinished. Opmerkelijk. Goed hoor. Hartstikke goed. Jammer van Barrichello dat hij niet naar de punten is gegaan. Maar goed, het is wat het is. Dit soort dingen kunnen eenmaal gebeuren. Goed verhaal. Vettel toch naar het podium. Hamilton teleurstellend, alhoewel. Van P5 naar P4. Button van P6 naar P5. Massa stelt wel teleur. Schumacher goed gedaan. You're still first in the Drivers Championship. Wij leiden dus nog steeds het coureursklassement. Met 175 punten. Jazeker, Alonso volgt op 84. Kovalainen nog steeds op P12 met 12 punten. Hoe bizar. En nog steeds aan de leiding bij het constructeursklassement. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze video. Heb jij genoten, bedoel dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook waarom jij hem niet leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer gewoon voor meer. Zo simpel is het. Abonneer. Gewoon doen. En schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat jij altijd op de hoogte wanneer ik een nieuwe video upload. Kom ik even op de sociale media. @GiananSchaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het Gianan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ga verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.